Aanvalsploeg eerste stralen horen druk, chauffeur hier plaatsen voertuig. Van het gebouw, jongens. Yo. Even lezen. Gezien door een voorbijganger, rook vanaf de verte te zien. Zover bekend geen slachtoffers. Politie rijdt ook mee. Top. AC de 1031 over. 1031 gaat dicht. Ja, we zijn uitgerukt. Prio 1 brandgebouw. Zo hier geen personen meer zitten. Een brand is in de verte te zien. De auto rijdt ook mee over. Ja, dus Prio 1 uitgerukt van een brandend gebouw, de ladderwagen rijdt ook mee, wil ik gezien uit het huis komen. Ja, is bekend wat de brand AC? 90, dat is niet bekend. Ja, dat vergeet was een andere. Dat is een uit. Ik heb een beetje meer geluisterd, zou het branden, het is onbekend wat. Ja, mij geluisterd. Jullie waterwinning kunnen opzoeken achterin? Ja. Hebben jullie voor aan de route? Nou, bij mij zit er één geschoten, bij jou? Mij ook. Jo, oké. Je doet waterwinning zelf te plaatsen. Is onduidelijk hoeveel het brandt natuurlijk. Ik denk dat ik ze gewoon hoge druk mee laat nemen. Als jij dat eerst nodig kan maken dan... als het goed is, maar ik weet niet. Hebben jullie iets van waterwinning? Ik heb nog niks gevonden. Oké. Ja, is natuurlijk een... ja, dat gebied. Ik heb daar wel eens de WTS moeten houden. We zullen even kijken daar. Eén en twee alvast ophangen. Jo. Oh ja, ik zie je, ja daar wordt rook. Zie je hier rechts. Ja, ik zie pizza staan daar rechts, jongens. Hier linksaf. Pak even binnen door. Ja. Waterwinning had je nog niks van, hè? Nee, niks gevonden. Ja, top. Onderaan linksaf. Ja, we verroeten, jongens, hè? Ja, anders moeten we omrijden. Ja. Eerst rechts. Staat de politie al. AC 1031 plaatsen. 1031 plaatsen. Nou, die zit er goed in. Zit er goed in, ja. Extra stralen hoogdruk pakken, jongens. Oké. Aanvalsploeg eerste stralen horen druk, chauffeur hier plaatsen voertuig. Kijk dat ik de autoladder anders achterom kan laten gaan. Afspreken. Kunnen we? Ja, uitstap rechterzijde. Oké. Kunnen jullie achter? Even opstellen gewoon, even kijken of jullie wat kunnen zien. Ja, is goed. Top. Kunnen wij? Ja, gaan we naar binnen via die deur. Ik ga even buitenom verkenning doen. Ja. Als het goed is hebben jullie al water. Ik ga even tijd. Ja. Twee achter. Jo. Oké. AC-1031 te plaatsen betreft positief brand aan de rest of zo. De 110 hier, de 111. 111 voor de 110 geeft recht over. Ja, meerdere kamers in het gebouw in brand, ziet er leegstaand uit, waarschijnlijk een kraakpand. Ja, is begrepen. Laat wel op of er nog niet toevallig slachtoffers komen, dat kan altijd. En, uiteraard. Let een beetje op. ...150, hier de 110. ...150, hier de 110. Ja, 110 geven recht. Ja, als u achter kunt opstellen, dan gaan we ervoor zorgen dat u dadelijk water krijgt. Mijn manschappen zitten nog binnen. Als jij even dan voor de zekerheid vast gaat opstellen. Ja, dus nou gaan opstellen en wij zetten de ladderwagen in positie over. Top, dank u wel. 119 voor de 110. Geen recht. Ja, lukt dit met jou met de waterwinning of wil je een goed watertransport? Nou, ik ben aangesloten op open water, dus we moeten zo meteen wel overgaan op lage druk. Ja, begrepen. Als je ervoor kan zorgen dat de autoladder achter ook alvast water kan krijgen, dat... Ja, ik ga mijn best doen. Top. 112 zullen de gangen gaan. Ik denk dat dit via de gang komt. Ja. Kamer rechts even controle. Brand ook. 111 voor 110. 110 geef recht. Ja, waar zitten jullie precies? Ik kom ik even met jullie mee naar binnen. We zijn nog steeds in de gang van het gebouw. We hebben eerst de woonkamer rechts geblust. We zijn nu bezig met de badkamer slash wc en dan gaan we de gang in. Ja, begrepen. 119 voor 110. Geef recht. CF als eerste straal lage druk kan gereed maken. 2 lijntjes alsjeblieft. Ja, komt in orde. Graag melden als die gereden is, zie ik mijn manschap maar beter. Hebben we weg naar boven gevonden, jongens? Nog niet, we zijn niet ver gekomen dan hier. Jo. De 119 voor de 110. 119 gevricht. Ja, eerste straal laag druk, 2 lengtes gereed. Ja, top, zak doorgeven aan de manschappen. Oké, jongens, we gaan over naar lage druk. Eerste straal naar buiten, dus ik wil dat jullie naar buiten gaan, de straal gaan halen. Jo. 110 hier, 150 over. 150 voor rond 10 gevricht. Ja, ladderwagen staat in positie over. Ja, begrepen. Dan gaat bij 119 bij jullie water brengen over. Ja, dat is vernomen over. Ja. Zit er nog steeds goed in hoor, de fik. Ja, ik wou net zeggen Pomp, ik weet niet of we gaan opschalen of niet, maar hij zit er echt goed in. Ik zal even kijken wat het wateropneming is. Jo. Ik heb even links gekeken naar het jongens, daar zie ik nergens een trap naar boven, dus waarschijnlijk zou die hier rechtdoor ergens moeten zitten. Ja, oké, meegekregen. ...110 voor de 150? 150 gevricht voor de 110. Ja, we hebben brand ook gespot. Brand gaat wel naar buiten over. Ja, brand dus uitslaan, dankjewel. Ik weet niet of jullie eventueel boven kunnen kijken vanaf de ladder of jullie zicht hebben op eventueel slachtoffers over. Ja, wij gaan even kijken over. Ja, begrepen. 119, de 110. 119 hier, gevricht. Ja, ga starten met voeden autoladder, achterzijde pand. Ja, dus vernomen dan graag wel even opschalen voor de waterwinning. Ja, ik maak een middel bij deze en ik vraag een groot watertransport aan. AC 1031 over. 1031 gevricht. AC, ik schaal op middelbrand en ga groot watertransport deze kant op, bijvoorbeeld te weinig water over. Grote middelbrand, watertransport onze kant op. Ja, dank u wel. Hoe gaat hij hier? Moeilijk onder de controle te krijgen. Ja, begrepen. 110 hier, 150. 150 voor rond 10 gevricht. Ja, we hebben geen slachtoffers op de tweede verdieping kunnen zien, oké? Ja, top, dankjewel. Doe maar gerust wat mee door, jongens. Sorry, Albrecht. Gewoon wat meer naar voren pushen, komt goed. C voorbij de 110 graden, voorbij de 111 graden. Zie je een woonkamer als je daar kan beginnen met blussen? Ja. Voor 110. 111 gevricht. Het grootste gedeelte van de brand is uit. Wij gaan nog even verder verkenning van het pand doen, maar we willen deze brandmeester over. Ja, begrepen, ga ik AC in dicht, dankjewel. AC 1031 over. 1031 gevricht. Middelbrand brandmeester. Ja, dat is genomen. Ik heb hier wel wat slaapzakken gezien, even kijken of daar ook mensen... Ja, ik heb hier ook een slaapzak, maar die is leeg. Een flesje bier stond hier nog. Balkon staat open. Verder geen rookontwikkeling meer. Nee, inderdaad. Nog even. Had jij de andere kamers gecontroleerd? Ja, hier de slaapkamer is ook gewoon leeg. Ja, dit is inderdaad... badkamer leeg. Goed, gaan we naar beneden. Zo nog even rechtsom. Leeg. Ook leeg hier. Ja, oké, toppie. 111 voor de 110 over. 111 geef recht voor de 110. Ja, bevestig geen brand meer, wij komen naar buiten over. Ja, top. Dan kunnen jullie inderdaad terug naar buiten komen. Ik wil dat jullie wel het pand gaan ventileren dadelijk over. Ja, is goed. We zetten alles open. Uitlader even de ventilator. 110 voor de 150. 150 geeft voor de 110. Ja, wij komen uw kant weer op over. Ja, begrepen. Als u de ventilator alvast voor kunt klaarzetten voor mijn manschap over. Ja, dat is voor nou mogelijk. De 119. Ja, het is gewoon werkprocedure of als ik gaan opstarten over. Ja, ga ik doen. Oké, boven staat al open, het balkon. Voordeur wordt via de voordeur wordt geventileerd. Laten we het even zo. 111 voor 110. 110. Ja, als jullie buiten komen zal de chauffeur het schoonwerkprocedure voor jullie hebben klaarstaan. Graag daar eerst doorheen gaan voordat jullie weer naar het kerst zelf toe gaan over. Ja, begrijpen. Er komt even een hoge drukje op je. Ja. Oké, top. Goed, gaan we retour. Meld ik dat nog even aan AC. AC 1031 over. 1031. Ja, wij zijn ingepakt en retour kazerne over. Ingepakt retour kazerne, fijne dag vandaag. Ja, dankjewel.